Dit is het beloofde vervolg op de perikelen rond het afsluiten van wandelpaden en vernieling van historische landschapskenmerken in het Luntersche buurtbos. Na de situatie rond de Plaggenweg, nu vooral aandacht voor die rond het congrescentrum De Wereld, waaraan kilometerslange omheining en vernieling van de historische wildwal tot grote verontwaardiging onder de Luntersche bevolking hebben geleid. Belangrijk voor alle mensen uit Lunteren, maar ook uit de omgeving. Het is een verbindingspunt in wandelsroutes. Dus ja, het is gewoon een belangrijk stukje natuur eigenlijk van de Lunteranen. Zo hebben we het altijd gezien. Nou staan we ook naast een opmerkelijk element in het landschap. Ja. De zogenaamde wildwal. Wat is een wildwal eigenlijk en waar is die voor bedoeld? Een wildwal, en dit is een hele specifieke wildwal, dit is de langste wildwal in Nederland. Die loopt van Meulunteren tot aan Wageningen. De akkers die moesten beschermd worden. En daarom heeft de wal ook niet alleen de functie van grens, maar ook om het wild te keren. En er zat nog een andere functie aan. De wal werd beplant met struiken, met bomen. En daar zat een soort griefhout op, bijvoorbeeld eiken. En van die eiken kon men weer de bast afhalen om leer te looien. Dus het had een aantal functies, zo'n wal. De wal bevat bijvoorbeeld ook nog echte historische plantmaterialen. Genen van planten zitten hier nog in de wal. Dus dat wordt vergraven. Plus het wandelgebied is om zeep geholpen. En is de wildwal ook hier beschadigd geraakt door de werkzaamheden op het terrein van de wereld? Ja, op een aantal plekken is de wal fors beschadigd. Er zijn zware machines doorheen gereden. Denkt u dat men het zich eigenlijk wel beseft heeft wat hier allemaal aan waarde lag? Ik denk het niet. Ik denk niet dat de huidige eigenaar dit beseft heeft. Maar als hij dat beseft zou hebben, dan zou hij het denk ik beschermd hebben. Want het is een reclamepunt voor de wereld. Hier staan we bij nog een andere afsluiting die het wandelen in deze omgeving moeilijk maakt. Je kunt niet meer langs het hek lopen, want de eigenaar van deze grond heeft het ook afgesloten met prikkeldraad. Nou, wij zijn er wel een beetje van geschrokken. En dat gaat inderdaad, er wordt inderdaad zomaar iets eigenlijk aangetast. Eigenlijk een hele historische landmark. En dat is eigenlijk de oude wildwal. En wij vragen ons af, kan dat zomaar? In principe is het natuurlijk Natura 2000 gebied. Dus volgens mij moet dat dan via de provincie lopen. Ik ben erg benieuwd wat het antwoord daarop is. We hebben verschillende vragen gesteld. Wat is eigenlijk de beschermde status van het gebied, of van de wildwal? En wat betekent dat nou eigenlijk? Wat mag een eigenaar daar nou wel of niet mee doen? De eigenaar van de grond. En als het zeg maar geen beschermde status is, dan willen wij graag hebben dat het dat op de een of andere manier wel krijgt. Want we willen graag dat het behouden blijft voor de toekomst. Het is echt een historische landmark. En dat willen we gewoon behouden. Dus zijn we gewend om met elkaar te leven. Hè, het soort nabuurschap waar we het altijd over hebben, maar dat geldt hier natuurlijk sowieso. En ja, ik merk dat wij worden regelmatig nu door Luntersche bevolking aangesproken. Die zijn hier not amused over, nee. Er zijn blijkbaar veel bomen gekapt. Moet je daar geen vergunning voor hebben? Ja, dat was ook gelijk mijn vraag. Ik bedoel, als wij een boom om willen kappen, maakt niet uit waar, dan moet je dus het aanvragen. En ja, dit schijnt toch ook onder dunning te kunnen vallen. Maar dat zijn ze dus aan het uitzoeken. Dus laten we daar maar even op wachten wat daar uitkomt. Dat was het excuus wat ze bij de Schelenberg ook hanteerden. Nou ja, uitdunnen. Ik wou het niet noemen, maar... En weg is weg, hè? Dat is natuurlijk wel het feit van, ja, dat is gewoon... Ja, je kunt daarna zeggen, ja, jullie waren fout, maar dan zijn de bomen weg. En dat zou wel heel jammer zijn. En wij willen vooral ook het stukje veiligheid is natuurlijk... En dat heeft dan te maken met hier de Plaggenweg die afgesloten wordt. Hierachter loopt de weg die naar de Luntersche Boer loopt. En halverwege gaat die naar rechts. Dat is dan van oudsher Plaggenweg, die op de Hessenweg uitkomt. Dat is eigenlijk de enige weg die ook toegankelijk is voor hulpdiensten. En dat zijn toch wel dingen die ik wel heel zorgelijk vind. Stichting het Luntersche Buurtbos is eigenaar van de omvangrijke bossen rondom Lunteren. En is in gesprek met de eigenaar van de wereld om tot een vergelijk te komen. En gedurende die periode nemen zij absolute radiostilte in acht. Dus daarover nu geen mededelingen. En dan nog even over de Plaggenweg. De afsluiting daarvan. De eigenaar wil niet voor camera, nog schriftelijk,
reageren en aangeven wat zijn beweegredenen zijn tot die afsluiting. Dat aanbod blijft nog steeds wel van kracht. Als Xon TV zullen we de verdere ontwikkelingen rond deze twee thema's zullen nauwgezet blijven volgen. En als u een oproep zou willen doen aan de betreffende grondeigenaren, wat zou u dan zeggen? Wat jammer dat dit zo nu eruit ziet en zou het niet mogelijk zijn om het weer in de oude staat te brengen. Wij hopen dat het gezonde verstand overheerst.